Burgemeester Chris van Rooij, u heeft zojuist uw stem uitgebracht. Hoe voelt dat? Nou, dat voelt goed, want het is een recht wat we hebben in Nederland. En daar moeten we ook gebruik van maken. En natuurlijk vind ik het ook nog wel wat spannend, want het gaat uiteindelijk om het gemeentebestuur van Horst aan de Maas voor de komende 4 jaar. En ja, dan hoop ik wel dat zoveel mogelijk mensen gebruik maken van dat recht wat we hebben. Want het is het meest democratische systeem wat we in Nederland hebben. En dus hoop ik ook dat we vandaag veel mensen hebben die hun stem gaan uitbrengen. U bent de eerste burger van de gemeente Horst aan de Maas. Geeft dat nog een extra gevoel en dat u mag stemmen? Jazeker, want uiteindelijk realiseer ik me heel goed dat hier het bestuur uitgekozen gaat worden, waar ik het de komende 4 jaar als burgemeester ook mee moet gaan doen. Daarnaast ben ik als burgemeester ook hoofd van het stembureau, Centraal Stembureau hier in Horst aan de Maas. En dat betekent dat je ook de verantwoordelijkheid hebt dat het proces allemaal goed loopt. Dus voor mij zitten spanningen vandaag in, vooral in van loopt alles goed, krijgen we geen rare dingen. En krijgen we uiteindelijk dan de zaken dat we op tijd straks ook een uitslag hebben. We gaan alle 21 stembureaus af. Waarom? Ik doe er altijd om belangstelling te tonen naar de mensen die hier op het stembureau de hele dag zitten. Van 7:30 tot vanavond 9:00 en dan ook nog moeten gaan tellen. Dus dan vind ik het belangrijk om ook als burgemeester, hoofdstembureau, ook belangstelling te tonen voor de mensen die dat werk doen. Tegelijkertijd doe ik het ook om te horen van, zijn er nog bijzondere dingen? Loopt alles goed? Bijzonderheden. En daarmee hou ik ook contact met Henry de Groof, die verantwoordelijk is ambtelijk voor het hele stemproces. En zo gebeuren er altijd toch weer leuke dingen, verrassende dingen, of waar we ook wat mee kunnen. We zijn er nu in Hegelsom bij het stembureau. Hoe is het al met het aantal kiezers? Wat ik hoor, hebben ze hier altijd een goede opkomst. En hier om 10:00 morgens al 10% van de totale mensen die kunnen komen stemmen zijn hier al langs geweest. Dus het lijkt heel voorspoedig te lopen. Burgemeester Chris van Rooij, hoeveel stemgerechtigden hebben we eigenlijk in de gemeente Horst aan de Maas? We hebben er in onze gemeente zo'n 33.000 mensen die vandaag mogen stemmen. En op hoeveel zetels of hoeveel raadsleden hebben we in de gemeente Horst aan de Maas eigenlijk? Ja, we hebben 27 raadszetels, dus dan kunt u uitrekenen wat de kiesdeler is. Maar dat is ook natuurlijk afhankelijk van de opkomst vandaag. Maar we hebben 27 zetels. En voor de kijkers, die 27, is dat gebaseerd op het inwoneraantal of hoe moet je dat zien? Ja, de gemeenten zijn ingedeeld in verschillende klassen. En wij zitten in de klasse met 27 raadzetels. Als je een veel grotere gemeente bent, denk aan Venlo, dan hebben die hier, dacht ik, 37 of 39. Dus zo zit er en in de orde van de grote klasse van de gemeente is een aantal zetels gekoppeld. Burgemeester van Rooij, die dus op pad is geweest vandaag naar alle stembureaus, straks meer. We hebben weer wat uitslagen binnen, namelijk van Amerika. Daar is het CDA de grootste geworden. 333 stemmen hebben ze totaal binnengehaald. De partij van Bob Fostermans is dat. Essentie is daar tweede geworden met 219 stemmen binnengehaald. De SP derde met 209 stemmen, dat is lager als in 2009, toen hadden ze 279 stemmen. Vierde partij in Amerika is PvdA met 75 stemmen en D66 de laatste partij die daar stemmen heeft gehaald. Met 31 ten opzichte van 2009, toen was het er 27. Wij gaan naar Henry de Goof. Burgemeester zei je net al, hij is verantwoordelijk ambtenaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. En die zorgt dat alles in goede banen geleid wordt. Daar gaan we nu naar kijken. We staan er nu bij Henry de Groof. Verkiezingen houden, dat lijkt zo heel simpel. Maar wat gaat er aan organisatie aan vooraf? Je kunt bedenken dat ik vanaf ongeveer november van vorig jaar begonnen ben met het organiseren van de verkiezingen. Natuurlijk niet
fulltime dagelijks mee bezig, maar toch wel zo'n 60-70% van de tijd. En naarmate de verkiezingsdag dichterbij komt, loopt dat op tot fulltime met de verkiezingen bezig zijn. Want er moet een hoop geregeld worden voordat alles in orde is. Er zijn zo'n 120 stembureauleden, die moeten natuurlijk allemaal instructies krijgen van wat er van hen verwacht wordt. Ze moeten te eten krijgen en ze moeten ook weten hoe ze moeten tellen en hoe ze dadelijk de uitslag moeten aanleveren. Omdat we s'avonds ook een verkiezingsavond hebben waar we de uitslag willen presenteren. Vanavond om 9 uur gaan de stembureaus dicht. Ja. En dan begint het voor jullie? Dan begint het snel genoeg voor ons. Eerst wordt er geteld. Daar gaat natuurlijk nog wel nog wat tijd overheen. En vervolgens wordt de uitslag naar ons doorgebeld. Wij gaan die inkloppen. En als die ingeklopt is en gecontroleerd, gaat die door naar het verkiezingsavond waar de organisatie zit die het presenteert. En de stembiljetten zelf, komen die ook nog hier? Worden die hier ook nog gecontroleerd? Ja, nee, die worden verzegeld, in verzegelde pakken gedaan. Dus dat is niet de bedoeling dat wij die gaan openmaken, dat mag ook niet. Mocht er aanleiding zijn dat er iets niet zou kloppen, en dat is eigenlijk pas het geval als er sterke aanwijzingen zijn dat er iets niet goed is gegaan en dat er een zetelverplaatsing van de ene naar de andere partij, dat er sprake van is, dan pas zou bijvoorbeeld de raad daar toestemming voor kunnen geven om te hertellen. Maar in een ander geval is dat niet aan de orde. En hoe laat denken jullie vanavond klaar te zijn? Ik hoop de uitslag rond een uur of 1:30, 2 rond te hebben. En wij gaan, we hebben weer wat uitslagen binnengekregen. Dit keer van de Torrekoel in Kronenberg. Daar is Essentie, zoals verwacht, een beetje in Kronenberg de grootste partij geworden. 269 stemmen hebben ze binnengekregen. Dat is toch wel bijna 100 minder als in 2009. Toen hadden ze 360 stemmen binnen. De tweede partij is CDA, 234 stemmen. SP heeft in Kronenberg 94 stemmen binnengehaald. De PvdA 74 stemmen. En D66 heeft in Kronenberg 30 stemmen ontvangen. En in totaal zijn er 703 stemmen uitgebracht in Kronenberg. Wij gaan even een kijkje nemen in de zaal waar de uitslagen binnenkomen langzaamaan. Het wordt allemaal georganiseerd door Concordia, een vrije tijdsvereniging. In samenwerking met Omroep Rijndonk hebben ze gisteravond al het debat georganiseerd. En vanavond organiseren zij daar de uitslagen. Daar wordt allemaal binnengekomen en dat wordt allemaal verzameld. En ook bekendgemaakt op grote schermen voor de politieke partijen. 61%. En vanavond natuurlijk ook aandacht voor het thuisfront. En bij me staat Matt Krameer. Bekend van Ummenum. Onder andere. Maar ook bekend als Troubadour. Maar ook bekend als de man van Annemie Krameer. Ja, dat klopt helemaal. En voor de volle 100% sta ik erachter. Ja. Hoe lang zijn jullie al getrouwd? We zijn getrouwd in 78, dus stel maar goed. We kennen elkaar 38 jaar kennen we elkaar. Ja. Ja. En die politieke carrière is er altijd geweest bij Annemie? Ja, Annemie heeft altijd de drive gehad, die politiek. Altijd geïnteresseerd dieper dan de gewone burger, zeg maar. En dus dat interesse is er altijd geweest. En dus wat dat betreft zijn dit natuurlijk wel spannende avonden. Omdat er toch heel hard aan gewerkt is. Je moet er met twee man, sta je erachter. En we hebben met twee man ook alles aan gedaan om de campagne goed te doen. Maar nou heb ik toch begrepen dat jij toch de afgelopen week Nederland ontvlucht bent en naar Austin bent afgereisd. Was dat vanwege de verkiezings... twee druppels of... Nou, het was eigenlijk meer een het festival in Austin, dat is gewoon deze week. Dus het kwam wat dat betreft eigenlijk heel slecht uit qua campagnevoering. Maar goed, een festival in Austin, dat komt één keer per jaar. En ik had me al heel lang voorgenomen om daar naartoe te gaan. En ik ben zo gelukkig dat ik dat gedaan heb. Het was fantastisch. En de campagne is verder gewoon doorgegaan. Dus die plannen hadden we liggen. En die zijn gewoon uitgevoerd zoals we gedacht hadden.
Maar daarvoor was je ook al druk bezig met de campagne. Want ik meen me te herinneren dat ik op Facebook een keer gelezen heb dat er een zeil gejat was. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik had meerdere zeilen hangen. En op een gegeven moment kreeg ik een Facebook berichtje van... Hey Mat, er ligt een zeil van Annemie bij ons in de tuin. Hoe kan dat nou? Opsporing verzocht. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een richting waar het lag. En hebben we teruggehaald. En toch wel niet opgehangen. En we zijn nog steeds een beetje zoekende. We zitten wel in een richting, maar we zijn nog wel zoekende naar de dader. Een stille aanbidder misschien? Dat bericht krijgen we ook door. Dus het zal wel ergens op een kantoor of op een bouwvakkersketen hangen. Maar... Dus ik weet het niet. Maar hij lag in een tuin. Oké. Nou ben jij heel druk bezig met muziek. De laatste jaar ben je ook echt als troubadour op pad aan het gaan. Bij de mensen thuis. Annemie heel druk bezig met politiek. Daarnaast ook haar eigen werk erbij. Zien jullie elkaar nog? Ja, wel, we zien elkaar regelmatig. Nee, maar je moet er maar 2 man achter staan. Het is gewoon zo, als je daarvoor kiest. Annemie wil het heel graag. Ze ondersteunt mij in alles. In mijn muziek en altijd gedaan. En zij weet wat het betekent als je druk met muziek bezig bent. En ik weet wat het betekent als je met politiek bezig bent. En dus we hoeven elkaar daar eigenlijk niks over uit te leggen. En geen schuldgevoel te hebben als je vaak weg bent. Sterker nog, nou in dit geval deze campagne... had ik ook echt het gevoel van, het is gewoon een goede kandidaat. En ik wil daar alles aan doen om om Annemie in die raad te krijgen. Misschien een brutale vraag, maar ben je altijd CDA-stemmer geweest? Of is dat nu gekomen doordat Annemie er meer bij betrokken is geweest? Dat je daar meer in verdiept hebt? Om heel eerlijk te zijn, ik ben een zwevende kiezer. Nou uiteraard niet. Ik stem CDA, ik stem op Annemie, uiteraard. Maar ik heb ook jaren gehad dat ik op SP stemde of op CDA, op VVD stemde. Omdat ik vond dat de balans zoek raakte. Dus dan vond ik gewoon, dan stem ik op een gegeven moment op een partij. Omdat ik vond dat een andere partij te groot werd. Dus ik hou van compromis, van samenwerking. Ik heb vaak genoeg op andere partijen gestemd. Maar ik heb nou wel, met deze club die nou bij elkaar is, het CDA, zie ik gewoon helemaal zitten. Of schoon vanavond de uitslag natuurlijk wel toch wel wat vragen oproept. Ja. Nou hebben jullie ook een mooie dochter. Is die ook opgegroeid met politiek? Eigenlijk niet bewust. Het is niet zo dat wij daar heel bewust... We praten over alles en we hebben over alles wel een mening. Maar we respecteren elkaars mening ook. En als je natuurlijk een dochter hebt in de puberteit... dan is natuurlijk alles wat de dochter wil... is zeker niet alles wat de ouders willen. En die tijd hebben wij dus ook gehad. Maar ik heb nou wel, en dat is wel mooi om te horen... dat onze dochter heeft gewoon echt een bewuste stem uitgebracht... op Annemie CDA... En verstand komt met die jaren. Dus dat is wel heel mooi om mee te maken. Zij probeerde zelfs in haar vriendenclub mensen ertoe te bewegen om op Annemie te stemmen. En dan niet omdat het de man was, maar gewoon om de argumenten. Hoe zien jullie vanavond de uitslagen? Is het volgens verwachting of valt het toch iets tegen of valt het nog mee? Nou ja, ik weet niet of Horst al geweest is, gemeentehuis. Om eerlijk te zijn heb ik een aantal gemeentes, aantal dorpen, dat ik denk van hé, dat valt me mee. De rest moeten we afwachten. Maar in totaliteit had ik het iets hoger verwacht. De grote winst van SP is natuurlijk fantastisch voor de SP. Maar dat verbaast me een beetje. Nou even wat anders. Afgelopen dinsdag was je op de markt en je was hem kwijt. Ik had wel een pak aan natuurlijk. Hè. Nee, ik had me voorgenomen om gewoon heel... En ik ga het vaker doen. En dan zet ik een mooi doosje erbij en dan kunnen mensen geld in doen. Maar ik vond het fantastisch om te doen. Mensen komen naar mij toe en op een gegeven moment had ik een mevrouw bij me zitten. Die heeft een half uur met me gezongen. En ik heb een fantastische tijd gehad en ik zie de mensen reageren. Op wat er gebeurt. Ja, en dat is gewoon helemaal fantastisch. Zeker omdat Annemie ook dat ouderen en verenigingen in haar programma heeft opgenomen. Ik vond het een fantastische tijd en ik ga het zeker vaker doen. En zeker als ze me vragen. Dus
dus centrum mensen. Prima. Maarten, ik wil je bedanken voor de komst hier naartoe naar de studio. Ik wens je nog heel veel succes vanavond met de uitslagen. En allebei heel veel plezier in wat er nog allemaal komen gaat. Dank u wel. Ik vond het gezellig. Okay. Tot zover Matt Kramer en we gaan weer over naar Geert Versleijen. Ja, Veronique, want we hebben weer wat uitslagen binnen, namelijk van Broekhuizen Vorst. Bij basisschool De Schakel, daar is Essentie de grootste partij geworden. 127 stemmen hebben ze daar ontvangen. Het CDA heeft 121 stemmen binnengekregen. 119 stemmen voor de SP in Broekhuizen Vorst. 68 stemmen voor D66 en 37 stemmen voor de PvdA in Broekhuizen Vorst. Zevenum hebben we hier ook liggen. 548 stemmen voor Essentie, de grootste partij in Zevenum. CDA heeft 370 stemmen. 291 stemmen voor de SP van Thijs Koppes. 142 voor Birgit Op de Laak, de partij van Birgit Op de Laak. 142. En D66 heeft 106 stemmen binnengekregen van de voormalige bibliotheek in Zevenum. En Birgit Op de Laak hebben we hier nog een keer staan. Samen met dochter Anne Floor, hè? Hallo. Hi. Ja. Zeg, hoe heb jij het allemaal ervaren dat mam deze verkiezingen zo vaak weg is geweest? Ja, ik ben er eerlijk gezegd niet heel veel mee bezig, zeg ik eerlijk. Ja, ik zie het bij mam wel, maar ja, verder heb ik me niet zo druk mee gehouden. Ik ben meer bezig met de hond uit moeten laten, ja. Veel moeten koken. Volgens mij heb ik het huishouden wel een beetje voor mam gedaan. Ja. Ja. Want hoe gaat dat nou in zijn werk? Ja, mam moet de hele dag op campagne of hoe gaat dat? Ja, mam voert campagne voor de PvdA. En jij helpt daar een beetje bij? Nee, ik heb het verder zelf druk genoeg om andere dingen te doen. Ja, jij ambieert geen functie als politici? Nee. Dat valt een beetje tegen, of niet, Birgit? Nou, volgens mij is één politica in de familie is meer dan genoeg. En het is natuurlijk niet alleen campagne voor wat we nu gedaan hebben. Vergeet niet dat ik ook gewoon bestuurder ben van Horst aan de Maas. Ja. Dus dat werk liep gewoon door. En ik moet zeggen, ik heb daar ook erg wel de nadruk op gelegd. En we hebben ook campagne gevoerd, heel goed met het team. En ik zie tot mijn vreugde dat daar, en dat krijg ik nou niet zo goed mee hier, maar landelijk schijnt het desastreus te gaan met de Partij van de Arbeid. En wij staan stabiel in Horst aan de Maas. Ja. Dus ik ben hartstikke blij. Hartstikke blij. Maar het doorgeven van de politieke, het politieke bloed, dat zit er niet in? Nou, ik denk wel dat mijn dochters en ook mijn man een heel goed politiek bewustzijn hebben. Want we weten met z'n allen dat we die goede leefomgeving, dat je die niet zomaar krijgt en dat je daar met elkaar goede keuzes voor moet maken. Daar hebben zij echt een politiek bewustzijn. Maar of ze daar vervolgens in een politieke partij en in raadswerk en daar iets mee gaan doen, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee. Hebben jullie het er nog wel eens thuis over van ja, hoe mama doet of wat er allemaal besloten moet worden? Of, Nou, besloten niet. Ze hebben het er natuurlijk wel vaker over. En dan praten we wel een beetje mee. Maar ja, dat is het eigenlijk wel. Het is niet dat ik me zo mee bezig hou daarbij. Doe je wel eens met je man bijvoorbeeld om raad vragen? Nou, met het hele gezin wel. En die houden mij ook wel een goede spiegel voor. Ja. En zo nu en dan roept Anne-Floor Wilders standpunten door de Kamer. En denken we met elkaar, als dat de wereld is waar wij in willen leven, dan zijn we hopelijk ver vanaf. En dan blijven we ook ver vanaf in Horst aan de Maas. Ja, oké. Okay, hey, dankjewel. En nou, succes nog vanavond. Dankjewel. Het gaat redelijk goed met ja, de PvdA. Ja, dat vind ik ook. Dankjewel. Ja. Wij gaan weer verder met een filmpje. Love and a mind of my own. I could learn how to fly or I could brutally fall. But one thing I know, I gotta do it alone. Look, it's not that I don't appreciate it. I know you only wanna help out. But I gotta figure out what I think is right. And ultimately know what life is about. Cause it's gonna be mine, mine, mine. But it's taking me time, time, time to figure out me eventually. It's gonna be mine, mine, mine. But it's taking me time, time, time to figure out me eventually. I'm gonna know who I am and what I wanna be. My point of view, oh,
me space. Let me crash and bleed in my way. Now is the time for me to stand here on my own, to find the wrong and the right things to say. Now you see what I'm trying to tell you. I'm not afraid to make a mistake, and I don't mean no harm, and I don't neither do you. So this is the deal, we do what we do. 'Cause it's gonna be mine, mine, mine. But it's taking me time, time, time to figure out me eventually. I wanna know who I am and what I wanna be. 'Cause it's gonna be mine, mine, mine. But it's taking me time, time, time to figure out me eventually. I'm gonna know who I am and what I wanna be. My point of view. It's gonna be mine, mine, mine. Oh, but it's taking me time, time, time to figure out me eventually. I wanna know who I am and what I wanna be. Yeah. It's gonna be mine, mine, mine. But it's taking me time, time, time to figure out me eventually. I wanna know who I am and what I wanna be. De clip van René van Wegberg was dat. Wij gaan eventjes naar de zaal toe, want op dit moment volgt daar de uitslag van Hegersom. Dus even kijken of daar spannend is. Ellen Jacobs, 2. Jan Nabbe, die voert het woord. Die zorgt voor dat de uitslagen op beeld komen voor de politici daar. En op dit moment volgt de uitslag van Hegersom. Thijs Koppes, 61. Anita Fontaine, 3. Riek Jansen, 2. Mariet Roelofs, 4. Thijs Lentzen, 34. Mien Wijnhoven, 2. Ines Heze, 2. Frank Spreeuwenberg, 1. Michael van Renks, 1. Mien Wijnhoven 2, hè. En dan, inmiddels krijg ik ook de uitslag Heze, 2. Op Frank mijn bureau, zeg 1. Maar. Michael van Renks, 1. Het CDA heeft daar de meeste stemmen binnengehaald in Hegersom, 456. Flinke stijger. Ten opzichte van 2009 hadden ze 409. De SP heeft 150 stemmen binnengehaald in Hegersom. De Essentie, 91. De D66, 94. En PvdA, 56. Bram Hendricks aan tafel van Essentie. Inmiddels is ook bekend geworden dat de voorlopige uitslag, die hebben we al onder de neus gekregen. Essentie is niet meer de tweede partij geworden. Nee, we zijn volgens mij stabiel gebleven op 6 zetels. Als ik het zo heel snel even heb geanalyseerd, maar er druppelen nog wat uitslagen binnen. We hadden gerekend, we gehoopt op groei natuurlijk. Nou, stabiel is denk ik ook goed. We zijn toch een hele jonge club. Vorige keer heel goed gescoord natuurlijk. In één keer de tweede partij.
Veel meegemaakt de afgelopen jaren. En nu stabiel. Goed, we moeten het ermee doen. Ja. Wat betekent dat nu voor jullie, voor als partij? Nou, dat betekent dat we stabiel blijven. Dat we een stabiele factor blijven in Horst aan de Maas, wat mij betreft. Dat we nog steeds de ambitie hebben om mee te gaan besturen. Ik denk dat de kiezer ons heeft gewaardeerd. De opkomst ligt hoger. Hè? Dus je ziet een aantal zaken daarin. Misschien in totaliteit wat meer stemmen. Maar procentueel net iets minder. Nou ja, dat zijn kleine nuances. Ja. Het gaat om het zetelaantal uiteindelijk natuurlijk, daar moet je mee doen. En dat zal denk ik hetzelfde zijn? Als, ja, ik verwacht dat wij op 6 zetels eindigen als ik dat zo snel zie. Essentie is populair in Zevenum, Kronenberg. Ja. Hoe verklaar je dat? Omdat je zelf... Nou kijk, we hebben 5 lijsttrekkers, 5 partijen. Ik ben de enige lijsttrekker die uit Zevenum komt. Ik ben natuurlijk een bekend gezicht. We hebben meer bekende gezichten, hè, met Joep Rooijakkers, met Jorrit Gommans, noem ze allemaal maar op. Hè. We hebben toch stevige basis in Zevenum en daar hebben we heel goed gescoord. Daar ben ik ook heel blij mee. En ik vind het ook fijn dat de kiezer ons waardeert. We hebben het afgelopen jaar ook fors geïnvesteerd in Zevenum. Je ziet wat er in het centrum gebeurt bij Sparta 18, noem allemaal maar op. Dus we hebben daar ook goede zaken gedaan, vind ik. Ja. SP is nu de tweede, hoe het er nou uitziet, de tweede grote partij. Ja. Hoe staan jullie daar tegenover? Nou kijk, we hebben gisteren een pittig debat gehad. Ik heb daar ook in gezegd, wat ons betreft gaat het om de argumenten, niet om de sentimenten. Ik heb bij de SP af en toe het idee dat het iets meer in het sentiment ligt. Hè. Je kijkt naar de NGB, waar ze gewoon een standpunt hebben wat juridisch niet houdbaar is. Ja, dat zijn zaken, dat is heel moeilijk om daar tegen in te gaan. De kiezer heeft gesproken, dus de kiezer heeft altijd gelijk, hè, wat dat betreft. Dat is ook geen enkel probleem, maar er zit wel veel verschil natuurlijk tussen de standpunten van de SP en Essentie. Ja, wat verwacht je iets met de coalitie? Ja, dus denk nu te vroeg om daarover te speculeren. Er druppelen nog wat uitslagen binnen. We zijn ook heel benieuwd wie nu in die gemeenteraad komt. Hè, want het zijn ook in Horst aan de Maas altijd echt persoonlijke verkiezingen. Ja. Sommigen halen links of rechts heel veel stemmen. Dus dat vind ik nu heel spannend. En de coalitieonderhandelingen, dat volgt. De grootste partij zal het initiatief nemen. Dat zal het CDA blijven. Ja. Die verliezen wel iets. Van 11 naar 9, als ik het zo snel heb gezien. Ja. Dan gaan we spannende tijden tegemoet om weer een stabiele regering te vormen in Horst aan de Maas. En wat betekent het voor jullie leveren wethouder, Paul Driessen? Of die gaan leveren, weet ik nog niet. Hè. Dat ligt aan de uitkomst van de onderhandelingen. Nou, Paul is onze kandidaat wethouder, daar is geen twijfel over. Nee. Hebben we ook duidelijk uitgesproken aan de voorkant. Coalitieonderhandelingen gaat niet op zo'n avond plaatsvinden. Nee, dus dat doen we de komende dagen, weken. Ja. Ja, en ik denk dat we dan over een aantal weken weer een stabiele coalitie hebben. Ja. Conclusie, je bent tevreden of... Nou, iedereen wil winnen. Hè? Kijk, ja. Dus 100% tevreden ben je nooit volgens mij. We zijn stabiel gebleven. Dat is denk ik ook wel heel wat waard voor een jonge club als Essentie. We gaan gestaag verder bouwen aan die club. Weer mee besturen. Daar zijn we wel op uit in deze mooie gemeente. Ja. Oké, Bram Hendricks, Essentie, dankjewel. Graag gedaan. De voorlopige verkiezingsuitslag is dus eigenlijk al bekend geworden. Zoals gezegd, CDA wordt de grootste partij. Zullen we hoogstwaarschijnlijk 11 zetels gaan krijgen? Negen. Die hebben er nu 11. Klopt. Inderdaad. SP, de tweede partij, Essentie, blijft op 6 zetels, hoogstwaarschijnlijk. PvdA heeft 11,4, staat er. En D66 wordt de vijfde partij binnen de gemeente Horst aan de Maas. Wij gaan weer naar Louis Vullings. Die heeft SP-leider Thijs Koppes bij hem staan. Ja, hier staan de kijkers met Thijs Koppes. Thijs, zoals je links en rechts horen, gaat het volgens mij heel goed met de SP. Ja, nee, ik heb het ook begrepen. En ik heb ook begrepen dat jullie een voorzichtige uitslag hebben. Dat hoor ik net van jullie. Dus ja, heel spannend allemaal. Maar hartstikke mooi natuurlijk de uitslag. Als Ik krijg hier net in mijn handen geduwd. Jullie zouden 25% van de stemmen krijgen. Het is geweldig natuurlijk om te horen en dat is wel heel mooi het vertrouwen dat de mensen in ons hebben geschonken. En ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat lopen. We hebben altijd gezegd van wij willen de verantwoordelijkheid nemen om mee te gaan besturen. En ik denk dat dit wel een heel belangrijk signaal is van de kiezers in Horst aan de Maas. Want ik heb in de uitslag gezegd dat jij ontzettend veel stemmen gescoord hebt, of niet? Ja goed, dat zag ik. Dat is natuurlijk wel een eer. Maar goed, uiteindelijk gaat het om de SP en we hebben gewoon heel goed gescoord. En daar ben ik heel blij mee. En denken jullie dat jullie, want ja, er zullen dan toch onderhandelingen moeten komen met de andere partijen, dat daar voor jullie of voor de kansen liggen? Ja, ik hoop het wel. Ik bedoel, wij gaan serieus de onderhandelingen in. We zijn, andere partijen kunnen niet meer om ons heen, denk ik. Dus ze zullen wel moeten. Oké, dat eerste reactie wel van jullie. Oké, graag gedaan.
Oké, wij gaan over naar een filmpje. De medewerkers buitendienst van de gemeente Horst aan de Maas hebben het er in de voorbereidingen voor de verkiezingen maar druk mee. Het plaatsen van aanplakborden en de stemhokjes. Omroep Rijndonk besloot om eens een dagje met deze medewerkers op te trekken om te ontdekken wat daar allemaal bij komt kijken. Ja, ik ben als senior medewerker van de boetedienst verantwoordelijk voor het plaatsen van de stemhokjes. De aanplakborden en de voorzieningen die voor de verkiezingen op de verschillende locaties gemaakt worden. Ja. Waar liggen die stemhokjes allemaal opgeslagen? De stemhokjes liggen normaal gesproken allemaal op de Weij of op de Amerikaanse Weg. En voor de verkiezingen wordt dat spul allemaal ondergehaald om op de verschillende locaties opgebouwd te worden. Hoeveel stemlocaties hebben we in Horst? We hebben er 24 in Horst en de Maas. Maar dan zien dat meerdere hokjes? Ja, dat zijn ongeveer 54 hokjes over de verschillende locaties verdeeld. En zoals gezegd, je hebt hokjes voor invalide, die zien wat lager. En de normale stemhokjes. Dus, Is het standaard, deze stemhokjes? Ja, op de meeste plaatsen werden deze stemhokjes geboekt. Wat is er allemaal nodig om het op te bouwen? Nou, het stemhokje zelf, een plateauotje voor te schrijven, het bekende rode potlood en verlichting zit er overal in. En iedere stemlocatie heeft een paar tafels waar mensen achter zitten merken van, en van de ambtenaren en de politieke partijen. We hebben een container voor waar de stembiljetten merken als er gestemd is en desovers geopend wordt en als er gedeeld gaat worden. Werkzaamheden met het plaatsen van die stemhuxjes? Ja, goed. Het liggen nu een klein beetje aard, maar ja, dat kunnen we dat terrein doen als het interview. Hè. Maar normaal, ja, we zitten toch strak in het programma zoals meer. Ze moeten er toch een beetje afblijven. Willen we ze allemaal geplaatst krijgen? Hoe lang hebben we nog werk vandaag? Ik de ganse dag. Ik moet even naar Veerhoor, naar een horens op de plaats even opbouwen, omdat we door de ruimte niet hebben. En dan is het kloor. En dan zien we kloor. En dan donderdag is het weer ophalen. Ja, precies. Ja. Oké. Hoeveel werk kost het eigenlijk om alles te doen? Nou, wij hebben als boetedienst een dag nodig om de aanplakborden te plaatsen. En een dag voor de voorbereidingen, invalide parkeerplaatsen, aanpassingen aan de stembureaus. En een dag voor het plaatsen van de stemhokjes zelf. En dan opruimen is het dan ook weer een paar dagen. De raadsleden en de wethouders, het personeel, heeft dat een idee wat er allemaal moet gebeuren voordat je uiteindelijk een stem kunt uitbrengen? Nou, daar zullen er zeker bij zien die het weten. Maar ik denk ook dat er een goed gedeelte is dat het niet allemaal precies werd. En die kriegen wel de gelegenheid? Nou ja, ik denk dat na de verkiezingen dat we de raadsleden en de kaoet nu in en de zin erover hebben wat we allemaal doen. En dus niet alleen met de verkiezingen, maar ook wat een boetedienst nog meer allemaal doet. En we hebben weer wat uitslagen binnen van de Leste Gulden in Horst, het stembureau daar. Daar is het CDA het grootste geworden. 329 stemmen hebben ze binnengehaald. Minder als in 2009, toen waren er 377 bij de Leste Gulden in Horst. Tweede plek, de SP, 264 stemmen. De Essentie heeft 138 stemmen binnengehaald. P van de A, 128. En D66, 90. Dat allemaal bij de Leste Gulden in Horst. Bij mij aan tafel zit Alex Jansen van het CDA. Alex, goedenavond. Goedenavond. Ja, zojuist hadden we het stembureau van Hegersom. Ja. 356 stemmen. Ja, daar zijn we heel trots op. Ik kan me voorstellen, want u komt zelf uit Hegersom. Ik woon nu bijna 25 jaar in Hegersom. Ik kom oorspronkelijk eigenlijk van IJsselstein.
Maar goed, ik heb de laatste weken behoorlijke campagne gevoerd. En ik ben blij dat de kiezers in ieder geval dat goed gehoord hebben en dat we daarvoor beloond worden. Ja, want ik geloof dat u wel een van de meest actieve campagnevoerder bent geweest van alle partijen. Nou ja, goed, meest actieve weet ik niet. Het mooie is dat ik in mijn dagelijkse leven ook verkoper ben. En dus ook iedere dag mensen moet overtuigen van het product dat wij verkopen. En wat dat betreft is er een leuk raakvlak om je boodschap te kunnen verkopen waarom mensen op je moeten gaan stemmen. U heeft zelfs landelijke bekendheid gekregen. Ja, ik ben voor een paar weken terug ben ik voor het eerst begonnen om een Facebookpagina te openen. Waarbij ik de mensen die mij likten een poster kregen. Die kwam ik gratis en voor niets ophangen. En daarbij werden ze beloond met 6 lekkere groene gekookte eitjes met een stempeltje van CDA erop. Nou, die ludiekheid die werd beloond. Ik had binnen de kortste keren 50 likes en ben dus tot Aruba toe werd ik geliked. Hebben we op een ludieke manier hebben we dat ingevuld. Dat was Joris Peters trouwens. Tot Aruba toe zelfs? Ja. Dat is een oud inwoner van Hegelsom. En hij likte op een gegeven moment en hij zei ik zie je wel komen. Ja goed, dat gaat net even wat te ver. Maar ik heb dus digitaal de poster opgestuurd en hij heeft half eiland rondgereden. Ja, en daardoor, hij appte me net nog hoe dat de stand was. Dus hij is inmiddels ook op de hoogte. Oh, ja. Dus ja. We krijgen inderdaad leuke bekendheid. Ja, daarlangs ben ik dus in mijn dagelijkse leven werkzaam in de pluimveesector. En ook daar is het nieuws opgepikt. Het is natuurlijk heel erg leuk dat je klantenkring die eieren produceren. Dat je met eieren een campagnemiddel in handen hebt waar je bekendheid mee kunt krijgen. En Hegelsom staat erom bekend om... Hegelsom, dat is het mooie van het verhaal. Het staat bekend als een tutendorp. Hè? Dat is, iedereen weet dat wel. We hebben PTC Plus, de haan staat op het dak. Mijn passie is pluimvee en kippen en eieren. Dus wat dat betreft kan het niet mooier. Gisteren op boerderij.nl, zeels veroveren met eieren, werd bekendheid. En het sloeg zelfs zo ver door dat de burgemeester in Amsterdam hedenmorgen eieren aanbakken was. Dus het wordt echt landelijk bekendheid. Dat je met eieren stemmen kunt winnen. Ja. U heeft bijna 400 stemmen binnengehaald. Wat betekent dat nu na vandaag? Ja, goed. Zoals het er nu voor staat, zal ik in ieder geval in de raad komen. Ja. En daar ben ik ook heel blij mee. Want ik bedoel, het is allemaal heel leuk dat campagne voeren. Maar nu gaat het echte werk natuurlijk beginnen. Het is allemaal heel leuk dat bla bla bla. Maar het gaat uiteindelijk ook om tok tok tok. Als we maar in de vaktermen blijven. Ja. Dat er ook spijkers met koppen geslagen worden. En datgene waar je voor staat, omdat ook. De kiezer te laten zien. En u gaat zich ook inzetten voor de pluimveesector, agrarische sector? Nou ja, goed. We hebben in de huidige fractie en in de nieuwe fractie is nog even niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval van oudsher ook enkele agrarische kandidaten. Daar ben ik ook één van. En daarlangs ben ik een verenigingsman. Ik kom uit Hegelsom. Ik heb nu behoorlijk de focus gelegd op Hegelsom. Maar ik ga hem ook zeker inzetten voor sowieso alle kleine dorpen. Dat daar de leefbaarheid in ieder geval een stukje geborgd blijft. Ja. En door woningbouw, et cetera, et cetera. Oké, Alex Jansen, CDA, dankjewel. En wij gaan naar een videoclip van Rowan Heerzen. Voor altijd voorbij. Yeah.
weer de stoel straks. Toen zei alles anders niet. Rowan Heerzen uit Amerika was dat. Nieuwe uitslagen, ditmaal van zorgcentrum La Providence in Grubbevorst. Daar is de SP de grootste partij geworden. Beetje te verwachten, 356 stemmen hebben ze daar binnengehaald. CDA als tweede, 348. De D66 opvallend, 185 stemmen. De vierde plek met 150 stemmen Essentie en 105 stemmen binnengehaald voor de PvdA. Aan tafel aangeschoven is Patrick van den Broek, gedeputeerde van provincie Limburg. Welkom. Ja, dankjewel. U komt van Venraai. Ja. Hoe is het daar verlopen? Nou, goed eigenlijk. Hè. Je ziet ook dat daar de opkomst hoger is dan verwacht. Ook meer opkomst dan verleden keer. En dat is altijd gewoon goed. Hè. Ja. Dat mensen gaan stemmen. Je ziet daar dat de CDA min of meer gelijk is gebleven. PvdA ja, leidt behoorlijke verliezen. D66 komt er fors op. En ook daar zie je dat de SP behoorlijk opkomt. Ja. Maar het belangrijkste is gewoon ook de opkomst in de plus. Ja, precies. Want hoe verklaart u dat, denk ik, dat de SP... Ja.
Ja, weet je, natuurlijk, dat heeft ook veel te maken met landelijk beleid. Ja. Mensen hebben veel moeite met het kabinetsbeleid zoals het nu gevoerd wordt door de twee regeringspartijen. En ja, dan ga je wel op zoek naar een ander geluid. En veel mensen vinden dat in de SP ook, ja. Ja, nou, u bent gedeputeerd voor de provincie Limburg. Ja. Wat heeft u met de lokale politiek? Ja, natuurlijk veel. Geen enkele bestuur slaagt zo dicht bij mensen als de gemeente. Dus in die zin heb ik er heel veel mee. Ik ben zelf hier ook wethouder geweest, ook veel samengewerkt met Horst van der Maas. Dus het ligt me wel na aan het hart. En Horst is ook. Ja, want ja. U zegt u heeft samengewerkt. Op wat voor gebied? Ja. Nou ja, op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw, zijn we toen hier in Horst het centrum gerenoveerd. Werd was ik daar in Venraai mee bezig. Ook veel toen contact gehad met Leon Litjens, ervaringen uitwisselen en zo. Dus ja, ze groeien naar elkaar toe. Ja. Wat heeft nou zo'n uitslag voor Horst van der Maas nou betrekking op de provincie Limburg? Ja, die zijn niet zo heel erg veel. Want ook als je kijkt, heel veel verschuivingen zijn hier niet geweest. Nee. Eigenlijk wel gewoon nog een knappe prestatie van de SP om er toch waarschijnlijk 2 zetels bij te krijgen. Thijs Koppers, ja, oud-statenlid, gunnen hem van harte. Ja. Gewoon ook in de Staten veel mee te maken gehad. Maar ik vind bijvoorbeeld ook van het CDA, ja, die verliezen 2 zetels. Maar ook knap als je kijkt dat Bob Forstermans, ja, eigenlijk zo nieuw gekomen is. Ja. En als je een kanon als Leon Leetjes moet opvolgen, is dat ook gewoon heel knap gedaan. Ja, precies. Ja. Nou goed. Gaat u morgen doen? Nog iets met de verkiezingen? Nee, nou gewoon morgen weer gewoon aan de slag. Ja. Ik heb morgen afspraken in Den Haag staan, eigenlijk de hele dag. Ja. En als gedeputeerde moet je echt niet gaan bemoeien met hoe gaat het nu allemaal lopen met de lokale politiek. Dat kunnen ze hier zeer zeker in Horst hartstikke goed zelf. Daar gaat u zich niet aan branden. Nee, goed. Gedeputeerde Patrick van den Broek, dankjewel voor de komst. Ja, graag gedaan. En wij gaan weer naar een videoclip, ditmaal van Umenum uit Horst en Klapvee. De bejaardenbond, uit Klaasina had je toe, kreeg een briefje. Ze mochten naar de tv toe, met een hele bus naar de vakantieman. Ze maakten er een gezellig dagje van. Iedereen in het nieuw en iedereen blij. Na 3 uur rijden kwamen zij al daar. Ze moesten snel gaan zitten, heel dicht op elkaar. De regisseur riep zometeen dekken dicht. Niet in de camera loensen en klappen is verplicht. Als ik zwaai met mijn papiertje gaan de handen op elkaar. Klapvee. De bejaarden kregen vlaggetjes waarmee ze zwaaien moesten. Maar tante Mina astma en begon te hoesten. En tijdens de reclame werd tante Mina het publiek gehaald. Op een rotte teen, je hebt in jouw gedrag gefaald. De bejaarden moesten zingen een of ander volkslied. Maar om je zonder kunstgebit, die lukte dat niet. En tijdens de reclame werd ome Jan uit het publiek gehaald. Dit is TV, neem geen donderdagje uit. Klap, vee, klapt u even mee. Handen op elkaar, 1, 2, hupsakee. Klap, vee, klapt u even mee. Handen op elkaar, 1, 2, hupsakee. Ik word er niet goed van, het maakt mij scheidsziek. Schandaal, programma's, dat schelde publiek. Jan Neuk, zijn moeder en Kees de hond. Dat interesseert mij geen fuck, dus hou gewoon je mond. Nog erger is die Hans met zijn rat van fortuin. Om te praten zwijgen over die pizza's van Vendijn. Klakken en klappen, 1, 2 op commando. Je hond doet het niet beter, apporte baas Fernando. Klap, mee, klap u even mee. Handen op elkaar, 1, 2, hupsakee. Klap, mee, klap u even mee. Handen op elkaar. Mooi niet mee. Klapvee. 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 Solo. De bejaardenbond. Uit Klaasina had je toe. Was die avond meer dood dan moe. Ome Jan en tante Mien houden het voortaan wel voor gezien. Naar de vakantieman gaan de ouders nooit meer mee. Nooit meer klapvee.
nooit meer klapvee. Nooit meer klapvee, nooit meer klapvee, nooit meer klapvee. M&M was dat. We hebben weer wat nieuwe uitslagen. Ditmaal van verzorgingshuis Berkelheim in Horst. 365 stemmen voor het CDA binnengehaald voor de partij van Bob Vostermans. De SP van Thijs Koppes heeft 255 stemmen binnengehaald van Berkelheim in Horst. De Essentie 165 stemmen, de partij van Bram Hendricks. Birgit op de Laag, de partij van PvdA, 122 stemmen. En D66 heeft 67 stemmen binnengehaald bij verzorgingshuis Berkelheim, het stembureau daar. En inmiddels lopen de laatste verkiezingsuitslagen binnen. Ook in de zaal is het spannend natuurlijk wat er nog allemaal binnen gaat komen. Op dit moment worden ook daar de uitslagen voorgelezen van verzorgingshuis Berkelheim door OV Concordia, die dit allemaal organiseren. Michael Varenks 1. Wilma Curvers 2. Paul Geurts 7. Klopt dat? Inderdaad. 255 tegen 187. D66, Henk Kemperman 30. Wij hebben weer wat mensen geïnterviewd afgelopen dagen in het rubriekje Strootbrood. Er stonden wat gemeenteraadsverkiezingen aan te komen. Mildere is inmiddels 5 jaar bij Horst aan de Maas. Hoe heb je dat ervaren? Nou, ik vind dat de groenvoorzieningen erop achteruit zijn gegaan. En ja, voor de verder rest, we moeten voor alles naar Horst. En Esther, het is een paar keer bellen. Maar het komt toch altijd weer goed terecht. Maar, dus vooral is het niet zo heel positief verlopen, begreep ik? Nee, ik vind wie het wel wordt, veel beter. Tenminste, dat vind ik en dat vinden wij. En kun je dat ook nog aangeven met een bepaald voorbeeld of zo? Ja, dat komt zo. We wonen hier in het gemeentehuis. En dus alles is veranderd. We lepen binnen en het wordt klaar. En nu moeten we voor alles naar Horst. Dat is namelijk een groot verschil. Heb je inderdaad helemaal gelegen in? Ja. Dat is een heel groot verschil. Oké. Okay. Ja, en voor de verder. Ja, we kennen nu nog goed op de veut, dus we kunnen nog alles regelen. Maar ja, verder. Maar wie dat later gaat lopen, dat weten we ook natuurlijk niet. Hè. Met die veranderingen allemaal. Maar ja, dat is bij iedere gemeente hetzelfde. Maar je hebt toch nog een beetje vertrouwen in Horst en de Maas? Ja. Nou, dat is best wel positief, denk ik. Ja, het is milder, was eerst wel een kleinere gemeente. Klooster, maar nu gewoon in Horst naar het gemeentehuis. Voor mij is er eigenlijk niet veel veranderd. Dus in de dagelijkse dingen merkte je er ook weinig van dat je eigenlijk naar een andere gemeente zit gegaan? Nee, helemaal niet. Dat kan ik niet zeggen. Ik kan ook niet zeggen positiever, ook niet negatief, nee. Zoals ik het nou ervaar. Het enige is dat je eigenlijk voor dingen naar Horst toe moet in plaats van dat je normaal in milder terrein kost. Ja, ik werk in Horst, dus dan doe ik dat aan. Ik weet niet of er, als ik echt ouder werd, dat werd ik het niet, hè. Dan, of ik dan nog in Milder kan blijven wonen. Want dan moet ik ook naar Horst. Nou reed ik nog zelf. En dan, of het dan met het busvervoer, dat heb ik nou eigenlijk ook al zo'n, hoe heet die bus? Dat is een... De wensbus. Is dat de wensbus? Is het niet? De belbus, ja. Dus die reed nou ook al. En ik huur al van heel veel oudere, Milderse mensen, dat die er best wel profijt van hebben. Dat die al veel gebruik maken van die bus. En dan heb ik al mij aan gedacht. Zal ik later dan ook met die bus meegaan? Of kan ik blijven? Dan wordt het wel moeilijker. Hè? Nou, ik ken de gemeente Merle. Wansum kende ik niet goed. Want wij zijn 7 jaar geleden in Merle komen wonen. En met een aantal privéomstandigheden hebben wij met de gemeente Horst aan de Maas te maken gehad. En destijds ook met Merle. En vind ik dat het eigenlijk alleen maar positief is. En vanuit mijn eigen beroep, waar ik als zelfstandige in de zorg werkzaam ben, heb ik contact met diverse gemeentes. En kan ik alleen maar zeggen dat ik heel veel transparantie, heel veel prettige samenwerking heb met de gemeente Horst aan de Maas.
is dus, positief voor mij. Ja, zeker. Oké. Okay. Wat was dat? We gaan nog eens even een kijkje nemen in de zaal. Want daar komen de laatste uitslagen binnen. Het is verrassend rumoerig. Mensen praten met elkaar. Want de partijen kunnen onderhand hun uitslagen wel op een rijtje zetten. En zo gebeurt er van alles in de zaal hier in het gasthuis, waar wij nog rechtstreeks uitzenden. Tot en met de laatste uitslag die straks door burgemeester Kees van Rooij bekendgemaakt gaat worden. Ondertussen gaan we nog even naar een videoclip, ditmaal van Christopher Green met Running. When I was young, I would climb every tree from the desert to that lone and distant sea, so I could be, yeah, I could be alone with you. When I was lost, I would. I'd browse every barroom just to see if she's inside, but all I found was that blue and guiding light that couldn't keep you by my side. When I was young, I'm still running after all. Christopher Green was dat met zijn videoclip Running. En bij mij aan tafel aangeschoven is Jim Wijs van het D66. Jongste lid van D66. Dat klopt. Ja. Hoe heb je vanavond de verkiezingen, de uitslagen beleefd? Ik vond het erg leuk om hier te zijn. En ik heb ook vol met spanning zitten kijken natuurlijk. Zeker omdat de landelijke verkiezingen nogal goed goede uitkomst hadden voor D66. Ja. Bijvoorbeeld in Amsterdam de grootste partij op dit moment. En het was misschien wel jammer dat we hier dan niet die knaller hebben kunnen maken. Want naar verwachting komen we nu op waarschijnlijk rond hetzelfde aantal zetels uit als wat we nu hebben. Dat is 2. Maar ik vond het ook leuk om te zien dat ik bijvoorbeeld zelf in mijn eigen dorp toch behoorlijk wat stemmen heb gekregen. En het is dan leuk om te zien dat de campagne heeft gewerkt. Ja, want hoe verklaar je nou het verlies van D66 hier in Horst aan de Maas? Ja, ik denk dat toch veel mensen nog niet echt goed kennis hebben kunnen maken met onze partij. En dat veel mensen toch wat vanuit traditionelere partijen stemmen hier, zoals bijvoorbeeld CDA. En je ziet nu ook dat
dat de SP vandaag heel goed heeft gedaan. En ik denk dat dat ook komt door Thijs Koppes, die gewoon heel goed werk heeft geleverd. Ja, precies. Nou, jij bent de jongste lid van D66. Ja. Wat heeft je doen besluiten om in de politiek te stappen? Nou, ik vond vanaf kleins af aan altijd al politiek zeer interessant. En toen ik in het vierde schooljaar zat bij Dendron College in Horst, toen hadden wij een docent die zeer enthousiast praatte over politiek en die ook echt veel voor politiek betrok in onze geschiedenislessen. En die zei, ik ben zelf op 16-jarige leeftijd lid geworden, ik was toen 16 jaar. En die heeft me echt aangespoord om dat te doen, omdat je er ook veel van leert. En wie weet kan het straks een heel goed middel zijn om ook de stap te maken naar de landelijke politiek bijvoorbeeld. Wat ik misschien ook wel zie zitten. Ja. En ik ben toen gaan verdiepen in de partijen en ik heb ook al meteen ook goed gekeken naar D66, omdat die partij me altijd wel aansprak. En ik ben partijprogramma's gaan lezen en toen heb ik me aangemeld voor D66. Ja. Merk je nou ook dat door jouw aandeel bijvoorbeeld dat er dan wat meer jongeren is gaan stemmen vandaag? Ja, ik heb veel jongeren gehoord waar ik dan of bij in de klas zit of vrienden uit mijn eigen dorp die ze ook zeiden van ja, ik zou normaal helemaal niet weten op wie ik ga stemmen, maar nu ga ik gewoon stemmen en dan stem ik op jou. En dan is dat dan natuurlijk niet omdat ze zo goed het partijprogramma gelezen hebben, nee. Maar het is dan meer dat ze op een persoon stemmen en niet echt op de partij. Ja. Ja. Maar wat kun jij iets betekenen voor de jongeren in Horst en de Maas? Ik probeer wel om de jongeren meer te betrekken bij de politiek. Ik heb ook meegedaan bij het Dendron debat vorige week. Dat was ook opgezet door Synthese om jongeren meer te gaan betrekken bij de politiek. Ja. En dat ging heel goed. Het was heel leuk om te doen. En ik merkte ook dat jongeren eigenlijk meer interesse toonden dan dat je misschien ook in het begin zou verwachten. En ik hoop ook wat meer te kunnen gaan betekenen voor de jongeren. En misschien als ze beter betrokken worden bij de politiek, dat ze er ook meer interesse in gaan tonen. Ja, want je ziet wel, het opkomstpercentage is dit jaar hoger als in 2009 in Horst en de Maas. Mm-hmm. Terwijl landelijk gezegd werd dat er juist minder mensen gingen stemmen. Ja, precies. Ja, dus... Volgens mij was het landelijk gemiddelde ook net iets lager. Ja, precies. Ja. Maar dat verklaar je dan ook dat meer jongeren zich betrokken voelen bij de politiek in Horst en de Maas? Ja, ik denk ook dat zo'n ding als Floriade, dat die misschien wel mensen aan het denken hebben gezet van hey, met de gemeentelijke politiek en bijvoorbeeld ook de megastal in Grubbevorst. Van, ja. Hey, met de gemeentepolitiek kunnen we wel degelijk wat bereiken als we op een bepaalde partij stemmen. Het staat wat dichter bij de mensen. Als, ja. Als... ja, en daarom denk ik ook dat het gewoon belangrijk is om te gaan stemmen met de gemeenteraadsverkiezingen. Want het is gewoon belangrijk voor wat dichtbij is. Dan denk ik toch wat dichtbij is, dan zou je eigenlijk verwachten dat dat juist de mensen meer aantrekt dan wat in Den Haag gebeurt. Ja. Goed, voor D66 heeft het wat minder uitgepakt vandaag. Wat gaan jullie doen vanavond? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik het allemaal op me af laat komen. En dan, ja. Het is voor mij de eerste keer. En ik denk dat het op zich, ja, we hebben waarschijnlijk gewoon een behoud van de zetels. Ja. En, we gaan er gewoon nog een leuke avond van maken, denk ik. Precies. Oké, Jim Wijs, D66, dankjewel voor de komst. Ja. En inmiddels hebben we weer de volgende uitslagen binnengekregen van het gemeentehuis in Horst. Daar is, even kijken, de SP de grootste partij geworden. 487 stemmen hebben ze binnengehaald. 407 stemmen voor Bob Vostermans, de partij CDA. 265 stemmen voor Essentie van Bram Hendricks. 228 stemmen voor de PvdA en D66 heeft 148 stemmen binnengehaald bij de verkiezingen in het gemeentehuis van Horst en de Maas. En als ik kijk naar jou, Jim Wijs heeft er 6 gehaald in Horst. Ah, okay. Goed, zover de uitslagen voor het gemeentehuis van Horst en de Maas. Wij gaan naar Louis. Ja, kijkers, inmiddels al bijna 10-1. Wij zijn nog eens even geweest neuzen in de zaal beneden. En als Leon Letjes zich nou omdraait, dan hebben we hem voor aan het beeld. Leon, hoe is het met jou? Ja, met mij is het heel goed. Bijna een jaar uit de politiek. Mis je het op zo'n avond nog niet? Ja, kijk, laten we zeggen, je hebt zelf dit 7 jaar mei gemaakt, 2 verkiezingen mei gemaakt. Dus je weet heel goed wat de spanning is die bij een lijsttrekker en bij de kandidaten leeft. En dus ik heb me er heel goed in inleven. Dus de spanning vulde mij. Ja, en uiteindelijk zie de politiek geïnteresseerd en hoopte toch altijd door eigen partij het goed gedaan. Dus betrokkenheid zeker.
betrokkenheid wel, maar het is toch stiekem dat je de spanning niet meer echt hoeft te voelen. Ja, laten we zeggen, het is hetzelfde als met voetbal, als je in het veld zit of ter neven, dat is een groot verschil. Maar je snapt wel wat de spelers in het veld meemaken. En zoals het op dit moment gesteerd te gebeuren, de uitslagen en dat allemaal, hoe kijkt u er tegenaan? Nou, hoe kijkt u er tegenaan? Vanavond bleek dat CDA landelijk fors verloor. We zien dat we hier beperkter verliezen. Ik wijt dat toch met name aan de coalitie, het beleid dat ze gevoerd hebben. Ondanks zware bezuinigingen toch dit resultaat realiseren. CDA doet het gewoon gemiddeld beter dan landelijk. En dat wijt ik toch met name aan, ook aan de fractie en de inzet en de betrokkenheid en de zaken die men gerealiseerd heeft. Dan even, SP liep de grote winnaar te buren. Ja, en nu zal er geformeerd moeten buren. En dat wordt denk ik een heel interessant proces. Ik wou net zeggen, SP wordt dan misschien de grote winnaar. Hoe zit je dat gebeuren, dat als een SP, zou dat lukken in onderhandelingen met andere partijen? Kijk, de kunst van coalitieonderhandelingen is iedereen een beetje geven om uiteindelijk een hoger doel met elkaar te realiseren. Dus dat betekent wel dat je met elkaar moet willen bewegen. En als partijen harde standpunten innemen en niet willen bewegen, ja, dan wordt het moeilijk. Dus ze zullen waarschijnlijk moeilijke onderhandelingen weren. Dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk is dat de kunst van wilde vermenigvuldigen moeten durven te deilen. Dus de vraag is, als de SP echt serieus wil, zal ze ook moeten laten aangeven op welke punten ze concessies willen doen. Het zijn bijzonder zaken dat Leo Litjes op de achtergrond nog heeft door stuurt of eventueel mij denkt. We hebben nog een nieuwe voorman, dat is Bob Vostermans. En ik heb alle vertrouwen in dat hij dit proces heel goed kan leiden. En voor de rest zit je gelukkig in uw nieuwe baan? Ik ben heel gelukkig en ik heb het goed naar mijn zin. Oké, dankjewel. En we gaan over naar een muziek.
En we hebben weer wat uitslagen. De laatste uitslag, het laatste stembureau van verzorgingshuis Zevenheim in Zevenum. Daar is Essentie verwachtbaar. De grootste partij, die heeft 438 stemmen binnengekregen. Daarna volgt CDA van Bob Fostermans, 436 stemmen. 209 stemmen voor de SP in Zevenum. En PvdA krijgt 162 stemmen. En de D66 van Henk Kemperman krijgt 126 stemmen bij het laatste stembureau verzorgingshuis Zevenheim. En ook die laatste stemmen worden nu nog bekendgemaakt in de zaal. En zometeen de voorlopige einduitslag van burgemeester Kees van Rooij. Dankjewel, Jan. Ik zal het toch kort houden gezien het tijdstip. Ik denk dat we op de eerste plaats verheugd mogen zijn met het opkomstpercentage. Want er werd al weken voorspeld dat wij naar de 43% zouden gaan. En we hebben zo'n 54% gehaald. Proficiat. En dat was bij de herindeling zo'n 50,6, dus in 2009. Dus we hebben meer opkomst dan de vorige keer. En daarvoor zeg ik naar al die partijen die de afgelopen paar weken fors campagne hebben gevoerd, proficiat, want dat is volgens mij jullie verdienste. Daar mag best een applaus voor. Dan naar de uitslag van vanavond. Ik doe het alleen dus in zetels. Wat Jan ook zei, het is voorlopig, want de definitieve balans maken we op aanstaande vrijdag. Maar met de kennis van vanavond zeggen we, we zitten nog toch, denk ik, heel dichtbij bij wat ik nu ga zeggen, wat betreft het aantal zetels. En dan moet ik als eerste plaats de SP feliciteren met hun winst. Proficiat. Want de SP gaat in de gemeenteraad van Horst aan de Maas in deze telling van 5 naar 7 zetels. Het CDA was de grootste partij, blijft de grootste partij met 9 zetels, was 11. Proficiat ook. En dan wordt het een beetje saai, maar niet echt saai, want er is hard voor geknokt door iedereen. En Essentie was 6 zetels, blijft op 6 zetels. PvdA had 3 zetels, blijft op 3 zetels. En D66 had 2 zetels, blijft ook op 2 zetels. En als dat goed opgeteld is, zijn we dan op de 27. Dat is in ieder geval wat de uitslag voorlopig op basis van alle tellingen is. Vrijdag wordt het definitief. Dankjewel, Kees. Geen ronselpraktijk in Horst, niks van bekend. Nee, misschien wat betreft de verkiezingen. Zover als wij het allemaal in beeld hebben gehad, is dat heel voorspoedig verlopen. Geen gedoe of geruchten rond de ronselpraktijken. Maar ook vandaag de hele dag alle stembureaus af geweest. Er is overal wel eens wat. In Grubbevors was een stembureau waar in één keer het hele parkeerterrein was opgebroken. Ook tot onze verrassing. Maar voor het overige heb ik overal gezien solide organisaties. Het ging heel voorspoedig. En geen incidenten. Dus wat dat betreft ook complimenten naar hoe dat allemaal gelopen is. Prima. Kees, dankjewel. En wij kijken uit naar vrijdag. Ik had graag nog even de lijsttrekkers hier gehad. Maar die gaan nu net naar boven. Naar de Rijndonk. Intussen vraag ik dan Sjaar of hij de uitkantrij kan maken van alle kandidaten. Is het al zover? Hier gaan we kijken, mensen. Laten we ze maar even langslopen. Bob Fostermans, 999. Kan trouwens iemand even vertellen wat de kiesdeler is? Kees, weet jij dat? En dan, hoe gaat dat dan met in de raad komen? Dan moeten ze de helft van de kiesdrempel hebben, of hoe gaat dat eigenlijk? Wij kunnen alleen maar presenteren en oude horen, Kees. Verder kennen we niks, dus graag aan jou. Nee, maar ook daar ben ik even niet op geprepareerd. Ik dacht dat de kiesdeler, maar ik kijk naar degene die daar meer verstand van hebben, op 666 of er ergens lag. Een kwart lag, dacht ik, op 166. Dat zijn een paar van de kengetallen waar het op ging. Zeg ik even zo uit de losse pols.
En ja, dan is het van daaruit kijken. Dus die aantallen gehaald hebben ze het inderdaad, mag ik dat zo globaal zeggen? Nee, ik zou daar nog even voorzichtig mee zijn. Ik denk dat binnen de partijen ze aardig weten hoe het werkt. En dat is soms per partij ook nog wat verschillend. Dus laat ik daar geen uitspraak over doen. Dankjewel, dan vragen we dat dadelijk even aan de lijsttrekkers. En de burgemeester die heeft gesproken. De uitslag is bekend voor de gemeente Horst en de Maas. En de 5-4 lijsttrekkers. Henk Kemperman komt er zo meteen aan. Staan bij mij aan tafel. Dames, heren, de uitslag is bekend. Bob Fostermans, verlies. Ja. Hoe kan het? Klein verlies. Misschien mag ik eerst eventjes mijn collega Thijs feliciteren. Want hij gaat van 5 naar 7 en dat is volgens mij een heel knappe prestatie. Ja. En, ja. Maar goed, voor ons een verlies. Ja, altijd zuur als je verliest. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, het verlies is voor ons beperkt. Zeker als je het afzet tegen het landelijke, waar CDA toch flinke klappen krijgt. Dan ben ik er eigenlijk eens trots op dat we dat hier nog heel beperkt hebben weten te houden. En toch nog met 9 zetels in de raad mogen verschijnen. De andere twee die zijn naar Thijs Koppers gegaan. Thijs, proficiat. Ja, merci. Hoe verklaar je jouw overwinning? Nou, ik denk, we hebben de afgelopen jaren keihard in de raad geknokt en buiten de raad. We hebben een duidelijk verhaal gehad en ik denk dat dat beloond is door de kiezers. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Ja, precies. Bram Hendricks, Essentie. Stabiel gebleven, 6 zetels gehouden in de raad. Dat is een mooie uitslag. Nee, dat is een prima uitslag. We hoopten natuurlijk op winst. Maar ik heb geleerd in mijn studie politicologie dat als je jonge partij bent en je scoort de eerste keer goed, dan heb je de tweede keer, doe je het goed als je stabiel blijft. Dus we zijn tevreden met 6 zetels. Ja, oké. En gefeliciteerd aan de heer Koppers met de winst. Inderdaad. PvdA, Birgit Op de Laak. Die gaat naar 3 zetels. Ja, we blijven op 3 zetels. Blij, sorry. Te slijden. Daar zijn we hartstikke blij mee. Maar ook van ons uit de felicitaties aan de SP en Thijs. Als ik de landelijke uitslagen, we krijgen ze hier maar een klein beetje mee. Ja. Dan ziet het er voor de Partij van de Arbeid landelijk zeer beroerd uit. En houden wij stabiel. Gisteren in het lijsttrekkersdebat zei ik al stabiel, hopelijk een beetje winst. En die beetje winst zit er wat mij betreft in dat we ruim 250 stemmen meer halen dan de vorige keer. En daar ben ik hartstikke trots op. Prima. Henk Kemperman, D66. Landelijke trend was dat D66 flink gescoord heeft. Horst en Maas valt een beetje tegen. Het valt ons een beetje tegen. We wisten wel dat Horst en Maas geen gemeente is waar D66 hoog gaat scoren. Dus dat was wel bekend. We hadden gerekend op een zetel extra. We hebben wel een aantal stemmen extra, dus we stijgen wel in dat geheel. Maar ook het opkomstpercentage veel hoger. Overigens vind ik dat winst. Hè? Het opkomstpercentage zo hoog vind ik prachtig. Dat is, overal zakte het. Ik weet niet hoe het landelijk gemiddelde is. Maar wij stijgen in elk geval van vorig jaar. Dat is winst. Jammer voor ons dat wij er niet een zetel bij hebben gekregen. Maar het zij zo. De kiezer heeft gesproken en dat moet je respecteren. Ja, precies. Thijs Koppers gaat straks alles aanvoeren. Met uitzondering CDA dan. Het is de grootste partij. Hoe gaan jullie dat nou samen aanpakken? Ja, nou, ik ben heel benieuwd. We zijn overige lijsttrekkers. Als je het even regelen. Wij wachten op de uitnodiging van het CDA. Maar goed, hebben ook al in de campagne gezegd van wij zijn niet opgericht om alleen maar in de oppositie te zitten. Dus we gaan serieus met het CDA in gesprek hopelijk. Ik hoop dat we die kans ook krijgen. En als je kijkt naar de uitslag, ja, het CDA kan ook niet om ons heen. Nee, en ik denk ook, kijk, ook als grootste partij pak je nu de regie. Maar het is belangrijk om met alle partijen en zeker ook met de SP, als je de uitslag ziet, het is gewoon goed te kijken waar liggen de raakvlakken, waar zou je samen iets kunnen. Ja, precies. En wat andere partijen, wat gaan jullie doen? Nou goed, we zijn stabiel gebleven en we hebben goed gedaan denk ik in de coalitie. En we zijn er nog steeds klaar voor om ook mee te gaan regeren. Maar goed, de ongeschreven politieke regels zijn zoals ze zijn. Dus de winnaar zal de grootste partij zal het initiatief nemen. En de winnaar is als eerste volgens mij op uitnodiging daar. Nou goed, en wij wachten dat dan eventjes af. Ja. Bob, ik kan me voorstellen, hele andere plannen als wat de SP heeft. Hoe gaan jullie dat nou combineren? Ja, dat vind ik wel lastig. Nou is vanavond dus even rustig dit succes of voor ons het kleine verlies even moeten verwerken. Dan gaan we morgen daar eens even rustig over nadenken. Maar ik denk dat je gewoon in eerste instantie met elkaar om tafel moet om dat in kaart te brengen. Met de SP, maar zeker ook met alle andere partijen. En dan kijk je waar het kan.
Thijs, hoe zie jij de komende 4 jaar in Horst aan de Maas? Nou ja, als het even kan gaan we natuurlijk meebesturen. En er zijn zeker verschillen en dat hebben we in de campagne ook al aangegeven. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de intensieve veehouderij. Maar we moeten wel met elkaar in gesprek en we moeten ook kijken van waar kunnen we met elkaar de overeenkomsten vinden. Want als je meteen met het gestrekte been de onderhandelingen ingaat, ja, dan weet je dat het misgaat. Dus ook kijken van waar liggen de raakvlakken. Hoe kun je een brede coalitie krijgen in Horst aan de Maas. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen de belangrijke punten uit de verkiezingscampagne ook op een goede manier met elkaar kunnen vormgeven en hoe we daarvoor kunnen knokken. Goed zo, dat gaat allemaal vanaf morgen gebeuren, denk ik. Heren, dames, hartstikke bedankt. Gefeliciteerd Thijs, Bob, bedankt. Bram, bedankt. Birgit, bedankt. En Henk Kemperman ook, hartstikke bedankt. En op naar de volgende verkiezingen. En tot zover de live uitzendingen rechtstreeks vanuit het Gasthuis in Horst. Morgen vroeg om 8 uur dan zal er op Radio Rijndonk meer aandacht zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met impressies en natuurlijk de uitslagen die voorbij zullen komen. Morgen dus vanaf 8 uur op de radio. En tot zover de rechtstreeks uitzending op TV Rijndonk. Ik bedank u voor het kijken en graag tot de volgende keer.